Ik heb ontzag voor je orders en bevelen. Zeg dat je mij zometeen laat vieren delen. Sla mijn ogen dicht, mijn arm is al ontwricht. En zo dansen wij de masochisten tango. Nou, dat staat ons nog wat te wachten, hè? Maar eerst jouw superflip. Oké, okay, tot ziens. Sterkte. Dames en heren, hier is de laatste ronde van vanavond van Superflip. Goedenavond, dames en heren, kijkers thuis. Dit is mijn onderwerp Superflip. Ik ben Cameron en ik ben benieuwd wie we aan de lijn krijgen. Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Je spreekt met Shirley. Met Shirley? Shirley. Ja. Hallo Shirley. Hallo. Welkom in de uitzending. Zeg, vertel eens, wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik ben moeder en vrouw van een heel bezig baasje, dus daar heb ik mijn handen vol aan. Ja, en heb je nog tijd voor hobby's? Ja, ik heb wel wat hobby's, ja. Ja, voornamelijk uitgaan. Dat uitgaan. Vind ik heel erg leuk. En nu de tijd van het strand, hè, komt weer aan. En waar woon je? Ik woon in Weesp. In Weesp? Een beeldschoon stadje. En kun je daar goed uitgaan? Ja, kun je leuk uitgaan. Er zijn heel wat kroegjes, ja. Hé, hey, heb je zin om het spelletje te spelen? Ja, natuurlijk. Ja? Je kent de spelregels? Jawel. Oké, je krijgt zo meteen van mij 3 ballen en je moet natuurlijk zoveel mogelijk punten behalen. Ja? Ja. Het spel reageert op jouw stem. Zou je van mij 3 keer flip willen roepen? Jawel. Dan kijken we even of hij doet. Flip, flip, flip. Ja, fantastisch. En je bent natuurlijk benieuwd wat de prijzen zijn. Ja. Goed, gaan we er nu naar kijken. Van 0 tot 20.000 punten krijg je van mij deze Beocam telefoon. Van 20 tot 40.000 punten krijg je deze volautomatische compactcamera. En van 40 tot 60.000 punten deze koelkast met krasvast werkblad. En niet vergeten, boven de 60.000 punten ding je mee naar de Super Flipperkast. Zullen we beginnen? Ja, prima. Oké. Krijg van mij de eerste bal. Shirley, let op. Ja. Shoot, daar gaat hij. Hand boven, hè? Denk dat kleine flipje daar. Flip. Goed, ja. Flip. Ja, goed zo. Flip. Ga maar door. Flip. Ja, prima. Flip, flip, flip. Ja. Boven. Flip. Shirley. Flip. Ja, goed zo, Shirley. Ga door, Shirley. Oh, dat kleintje. Flip. Jammer, jammer. Flip. Goed zo. Flip. Flip. Ja, ga door. Je hebt flip. Nog een kans. Fantastisch, Shirley. Kom flip. Op. Flip. Je hebt de compactcamera al. Ah, jammer. Hey, Shirley, je zit op 24.000 punten, als ik het goed heb. Nou. Ga nog even door. Je krijgt de tweede bal. Oké. Okay. Daar gaat hij. Hand boven, hè? Goed zo. Ja, kom op, een kleintje. Ja, prima. Oh, wacht, wacht, wacht. Je gaat wel erg snel, Shirley. Goed zo. Goed zo, kom op. Ja. Shirley, dat is fantastisch. Ja. Ze komen gelijk van je af. Ga door. Oh, jammer. Hey Shirley, je zit al bijna aan de 60.000 punten. Je weet wat dat betekent, hè? Ja. Zullen we nog een derde bal proberen? Natuurlijk. Ja. Oké, okay. Komt-ie. Goed zo, Shirley. Je bent er overheen. Shirley, kom op. Oh, jammer. Shirley. Goed zo, fantastisch. Je zit over de 72.000 punten. Dat betekent dat je van mij en de koelkast krijgt. Zo. En meedingt naar de flipperkast. Hartstikke goed. Ja, hartstikke goed. Ja. Hey Shirley, bedankt. Hey, veel succes, hè? Ja, bedankt. Dag. Dames en heren, dit was mijn onderdeel aan Superflip. Weer zo'n goede kandidaat, ja, hè? Kom even zo staan. Ja, ja dus ze ding mee. Ze ding mee. Ze ding mee. Maar die andere had 75, ja, meer dan had, 75. Ja, nou ja, we zien het wel. Jij kan je alvast begeven naar het volgende gedeelte. Oké. Okay. En dat is supermat. Ja, ja, succes. En dat geeft mij weer de gelegenheid om u de stand van zaken even door te geven. En wij spelen vanavond voor 2 kinderen, Cynthia en Asiata. En het streefbedrag is 2350 gulden. We hadden van vorige week in kas 225 gulden. Nou, de familie Kruijzen heeft 625 gulden bij elkaar gesprongen. En de 2 Ajaxiden 700 gulden. Dat maakt een totaalbedrag van 1550 gulden. En dat betekent dat we nog
800 gulden tekort komen. Nou, dat moet geen probleem zijn voor de twee laatste WIP's, de twee laatste gasten van mij. En dat zijn twee hele aardige collega's van RTL 4. Hier zijn Carolien Tense en Irene Moors. Ja. Kom, ga naar voren. Ja. Zo. Lekker die trap af nu. Nou, ja. Dat hebben we gehad. Ik begin met jou, Irene, want jij bent heel populair bij de kinderen. Hè? Je hebt een dagelijks programma en jij bent volgens mij de enige op RTL 4 die dagelijks te bekijken is. Ja, het is iedere dag op de televisie, nog steeds, en het is 11 uur in de week. Zal ik even snel zeggen wanneer? Ja, zeg het maar. Het is iedere dag tussen 4 en 5 en in het weekend tussen 8 en 11 uur. Dus dan kunnen de ouders lekker slapen en die kinderen, gezellig tekenfilms kijken en nog veel meer leuke dingen. En dan zorg jij gewoon voor die kinderen. Ja, absoluut. En dan hebben we het, lieve dames en heren, over het programma Telekids, want dat doet Irene Moors. Ja. En nu heb je weer iets met kinderen te maken, want je gaat zo dadelijk springen voor het Lilianenfonds. Ja. Even wat anders, heb je veel post? Nou, we kregen ongelooflijk veel post. Het is, ik maak ook heel veel zelf open. Ik vind het heel leuk om te lezen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook een rubriekje, Hoezo Verliefd heet dat. Oh, wat leuk. En er zijn dan kinderen, die zijn vreselijk op iemand. En die worden dan achterna gezeten met jongenspakketje en zo. En daar hebben ze vreselijke problemen over. Ach, en het is heel leuk om te lezen. En dat gaan wij oplossen dan in Telekids. Oh, dat doen jullie. Ja. Wat leuk zeg. Ja. Nou, we gaan met z'n allen kijken hoor. Ik ben dan wel geen kind meer, maar toch ergens wel. Ja. Vind je niet? Ja. Hey Carolien, jij bent net klaar met het modemagazine en je bent afgelopen. Nu met matinee bezig, maar je gaat nog meer doen, hè? Ik ga nog meer doen. Ja, met Ron Brandsteder en André van Luijm. Ja, ik moet je zeggen, het was natuurlijk waanzinnig om dat te horen. Ja. Het is een heel leuk spelprogramma, het heet Wie ben ik? Ja. Ron en André zijn er elke week, panelhoofd zijn ze. Juist. Ze hebben elke week twee andere bekende Nederlanders naast zich. En dan moeten ze gaan raden wie ze zijn. En dat kan zijn Napoleon of John McEnroe of wat dan ook. En dan moeten ze elkaar antwoorden geven. Dus ze kunnen het elkaar heel moeilijk maken. En ik mag het presenteren, zeg maar. Ik leid de rondes een beetje. Ja, en ook een beetje scheidsrechter natuurlijk. Of ja, dat moet dan wel. Met die twee zeker. Maar het wordt wel lachen, hè? Nou, ik denk het wel. Ik hoop het ook. Wanneer wordt de eerste uitgezonden? 4 juni de eerste. 4 juni. Ja. We gaan ook kijken. Ja. Hey, en ik heb gehoord dat jij zwanger bent. Hartstikke. Ja, zeker. Ja, maar mag je dan wel springen? Ik mag alles. Ik heb een ontzettend leuke dokter en hij zegt niet tuttig gaan doen, gewoon doen. Dus ik kan jou rustig straks op die mat zetten. Ja? Geen punt. Oké, nou u heeft het gehoord, hè? Is verantwoord. Ja, maar je ziet er ook heel gezond uit, dus je moet dat kunnen. Goed. Ja. Irene, als jij als eerste gaat.